Welkom. Ik zal het heel kort houden. En wat we zijn gaan doen is dat we nu echt aan de slag zijn gegaan met scholen met ambitie. Daarbij ook zeggen, we willen echt in dit project werken met scholen die willen. Die doen er nou allemaal mee in het traject. 23.000 leerlingen op 88 scholen met veel bevlogen docenten. 27 gemeenten, 21 intermediairs, 15 kunstencentra, 9 coaches. En die coaches zijn dan ook van Kunst Bali en Erfgoed Brabant. Dus dat is een heel groot gezelschap. Wat ben ik, wat kan ik en wat wil ik? En weet je, op het moment dat we beter weten waarom we de dingen doen die we doen, dan kunnen we het ook wat beter sturen en kunnen we beter gaan kiezen. Ook hebben gedaan is een assessment, dus meer om een beetje te kijken waar sta ik nou als school. En wat we hebben gedaan is we hebben een aantal vragen opgesteld op twee verschillende assen. Als het begint zeg maar met de horizontale as, dan gaat het over vakgericht versus thematisch en dat gaat erover hoe richt jij als school je onderwijs in. En dit is de kijk die je hebt op cultuureducatie. Voor de allerlei termen voorbij komen, het liefst wat wij doen is verbinden. Wat je dadelijk kunt zien is dat de kinderen bezig zijn in een wereld die de Gouden Eeuw is. Maar ik denk wel dat leren verbonden is met emoties. En daarom denk ik ook dat cultuuronderwijs op scholen gewoon een heel goed iets is. Cultuurloop kwam bij ons eigenlijk op een prima moment waarbij wij zelf iets meer vorm wilden geven aan een stukje cultuur. Het verbinden, het borgen. We willen gewoon iedereen de kans geven om te participeren met kunst en cultuur. En dat het dus ook laagdrempelig wordt. Maar dan moeten wij wel zorgen dat het begint bij het begin. En dat is op school. In plaats van te denken, we moeten eerst nog even aan het brengen. Voor mij veel meer aan de ideeën. Waar begin ik met wat voor ideeën? Wat kan dat allemaal opleveren? Wij willen het cultuurloket zijn van Grimmen Bakel. Punt. Wij willen vraag en aanbod tot elkaar brengen. Breedste zin van het woord en dat betekent een enorme omschakeling. Vooral klein beginnen, daarvan genieten, kansen creëren en die krijgen we nu dankzij de cultuurloper. Dus dank voor jullie tijd en alle informatie die je hebt willen delen met ons. Nog even, dankjewel.